Hey, all day, all day, all day. Thank you.
Nee. Wat hier gevraagd? Maar speel zijn bal toch een keertje gewoon. Thank you.
Thank you.
Zeker zien. Hoezo? Maar, hij traint elke dag. Ja, dat weet ik wel. Ga je niet. Bijna Q. Al die moeten een jongens van de Thank you.
wat jij gedaan hebt met het water. Hebben we graag, tuurlijk. Thank you.
Good job, guys.
Nou, dat is niet zo, dat is niet belangrijk, maar. Ja, die doet het allemaal.
Is dat sigaar? Thank you.
Go, go, go!
20 van de game tot nu toe. Komen op individueel talent. Wie gaat echt het bucket willen halen? Weet je? En ik denk dat ADA toch meer spelers op dit moment daar even ontdekken. In de impromptu interview met Tristan en Aruna, wat heb jij deze zomer, deze lockdown gedaan? Ja, getraind. Mm-hmm. Beetje om mijn gewicht gelet. Mm-hmm. Aangekomen? Nee, niet aangekomen. Maar ook niet afgevallen gelukkig. Ja, een beetje blijven hangen. Mm-hmm. Maar, kun je wat dingen aan je game kunnen toevoegen? Ik denk mijn jumpshot. Ik denk mijn jumpshot is veel meer consistent aan het worden. Mm-hmm. En, belangrijk, tweede jaar, volgend jaar. Wordt het belangrijk voor je tweede jaar? Zeker. En mijn rechterhand is ook heel belangrijk. Wat vond je van je eerste jaar? Freshman year in college. Bij een Blue Glass School. Als jullie vragen hebben, moeten jullie snel zijn, want ik ga zo die camera draaien. Ja, iemand zegt, is Tristan volgend jaar een starter bij Kansas? Ik zeg, Tristan is gewoon HC. Ik ben niet HC. Zeg ze allemaal. Maar ik denk dat die mogelijkheid er wel is. Ik denk dat het uiteindelijk aan mezelf ligt, weet je. Maar ik heb wel die confidence dat ik die spot wel kan opeisen volgend jaar. We gaan het zien. Sir. Gelijkspel, zo hoort het. Dat hoort eigenlijk niet. Ik ga nog even een paar mensen interviewen. Hey, Jacob Bertotti, let's go. Goed game. Blij dat het weer mocht. Can you? Yes. Gaan we. Lekker zien. Zit Sam. Welkom bij Sam. Hey. Gaan we. Hey, goede charge. Goede charge. Dat zijn de plays. Dat zijn de plays. Jamie Bergens. Goeie game wel. Mickey Tardis. Ja, dat is Jacob's schuld. Gaan we. Oké, wat vonden jullie van de game? Ja, het was lekker om weer even een gamertje te spelen naar corona. Ja? Wat vond je van het spelstijl? Van ons heel chaotisch. Je ziet dat jongens van veel verschillende systemen komen. Dus daar moet je maar het beste ervan maken. Mm-hmm. Volgens speelt echt leuk basketbal. Volgens speelt heel leuk basketbal. Ja, zeker. Ja, absoluut. Zijn er nog andere opmerkingen die je hebt? Want ik moet al door naar de volgende. Iedereen moet eigenlijk de zaal uit. Hebben jullie nog vragen vanuit Instagram? Yes. Volg me. Nee. Game James. Vond je van de game? Ja, het was een leuke game. Goede coaching. Dus, Goede coaching. Oké, ja. Het was een leuke game. Uiteindelijk na overtime gelijk nog, maar ja. Wat heb je deze zomer, tenminste deze lockdown, gedaan? Veel gym. Met een gym geweest? Heel veel gym. We hebben het gezien. Sterker geworden. Ja, je ziet het, hè? Ja, ik zie het, zeker. Jeetje, flex aan hem. Nee, Tris, doe rustig. Deze man, hij had de chance to game it, but he's not a closer. I still almost a double-double. Oh, ik ga de volgende erbij halen. Zo halen. Hij raakt hem net wel, trouwens. Ga je nog wat doen? Huh? Ga je nog wat doen voor de live? Ja, ik zie hier de coach van Apollo nog even langs lopen. Quinten Post ook, ga ik nog even langs. Oh boy. Oef. Hey, vertel even wat je deze lockdown allemaal hebt gedaan. Ik ben wel gewoon bezig geweest, denk ik, lichaam shape houden. Ja. En daarna gewoon heel veel buiten gespeeld. En ik heb een tijdje gewoon met boys in de bubbel buiten getraind. Ja. En ik kom nu net terug uit Duitsland. Daar. Bij Ulm heb je getraind? Ik heb 3 dagen gewoon elke dag gewoon keihard getraind. En nu ben ik bezig met Nederlands team. Ja. Dus ik was wel in shape. Ik vond het wel lekker eigenlijk. Ja. Hoe was je afgelopen jaar bij Mississippi State? Want veel mensen wisten misschien helemaal van je overstap. Uiteindelijk... stap gemaakt vanuit Duitsland naar Amerika. Ja. Hoe was die aanpassingsperiode voor jou? Ja, vooral fysiek, hè. Ik zat in een team waar mijn coach houdt van fysieke boys. En, ja. Je bent ook behoorlijk wat aangekomen. Ja, ik ben daar wel van, denk ik, van 98 kilo naar 106 gegaan. Dus dat was, vooral dat voor mij, want de man die voor mij zat, die gaat nu ook naar de NBA. Dus, en die was gewoon groot zwaar. Dus vooral fysieke merkte ik in Amerika. Volgend jaar eventueel, als je dan weer... Als het weer mag, wat verwacht je? Als volgend jaar voor mij. Ja. Ons team is helemaal nieuw. Ja. Dus volgend jaar wel spelen. Want die man die voor mij zat op de 4, die gaat nu, als het goed is, die gaat de draft in. Ja. Die is weg.
Dus gaan we omhoog kijken komen voor mij. Toch? Dat is cool. Oké. Nou, thanks. Heb je nog tips voor de mensen thuis, de jongere viewers die net zo goed als jou willen worden? Hey, ja, die ook dingen willen bereiken die je aan het bereiken bent. Ja, ik zou als eerst aanraden gewoon naar 2:13 groeien. Ja. Dat helpt altijd. Oké, ja. Als dat niet lukt, ja, dan moet je bij Jart gaan. Ah, nee, dat was niet de bedoeling, jongens. Jesse Edwards, laat het niet te lang over deze game hebben. Dit is gewoon een basketbal. Even over afgelopen jaar, en afgelopen zomer. Wat heb jij gedaan in de lockdown? Deze lockdown? Ja. Yes. Ja, ik heb nu gewoon zitten trainen. Ja. Om mijn eigen dingen te doen, een beetje rust nemen. Weet je, want ik wil rust nemen altijd na het seizoen. Ja. Gewoon met mijn familie geweest, man. Gewoon okay. Omdat ik alle tijd pakken die ik heb kunnen pakken. Kun je kort vertellen hoe jouw eerste jaar college, hoe dat voor jou als beleving is verlopen? Het is natuurlijk een heel ander. Je bent naar Amerika gegaan 2 jaar geleden. Dan ben je naar de IMG Academy gegaan, ja. De prep school. Ja. En daar heb je individueel veel kunnen trainen, vooral. Hoe was dat? Goede experience. Alles is gewoon nieuw, alles is goed. Alles is gewoon dat stapje omhoog, man. Ja. Facilities, training, alles is gewoon net die stap hoog. En je kan er altijd aan wennen, je moet gewoon even inkomen. Ja. Dus het was gewoon een goede jaar, veel geleerd. En nu in Syracuse, grote college? Syracuse. Ah ja, nog een stapje omhoog, man. Ja. Wat is het grootste verschil? Het grootste verschil, fysiek denk ik. Fysiek is het grootste verschil? Fysiek is het grootste verschil, gewoon iedereen is wel iets groter, iedereen is sterker. Okay. En het is gewoon allemaal smooth, iedereen is eigen rol. En hoe zie jij jouw tweede jaar, volgend jaar? Wat verwacht je en wat hoop je? Ik heb mezelf weer verbeterd denk ik dit jaar. Dus ik ga gewoon meer van mijn eigen plays kunnen pakken. Ja? Meer van mijn eigen drives. Dus gewoon wat ik pakken kan. Een grotere rol in het team? Ja, gewoon wat belangrijk. En ook aanvallend en verdedigend. Oké, zie je. Ik zie je sowieso weer bij het Nederlands team. En kom even zitten, want ik heb nog één iemand die ik ga interviewen. Yes. Kom maar zitten, meneer. Yes. Yes. Goeiedag, meneer. Je hebt deze wedstrijd kunnen zien. Wat vond je ervan? Mooie wedstrijd. Je hebt net getraind. Kan je vertellen wat jou is opgevallen van deze wedstrijd? Wat zijn de dingen die je hebt gezien die misschien van een aantal jongens die wel heel agressief, groot, sterk, snel? Bijvoorbeeld als iemand naar de basket wil, meteen wegkomen. Als iemand naar de basket wil, dan? Heel veel bumpen en oké. Het was natuurlijk niet super soepel basketbal, hè? Want ze hebben nooit niet zo vaak samen getraind. Maar zijn er dingen die je hebt gezien die je nu thuis gaat oefenen? Schieten. Schieten. Belangrijk inderdaad. Dus je hebt een basket in de tuin, dan ga je mee aan de slag. Daar doen we het eigenlijk voor. Een handbox. Bij deze wil ik de live afsluiten. Ik vond het een leuke ervaring. Ik denk met een gelijkspel dat we het nog een keertje over gaan doen. Ja toch? Zeker weten. En ik ga kijken of we de highlights van vandaag online kunnen gooien. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer. Joep!